Dit is het Verzetslaan. Ik ben hier geboren, 18 jaar geleden. Ik heb hier tot mijn vierde gewoond. Ik heb hier een hele leuke tijd gehad. Er stond hier een speeltuin toen der tijd, maar die is er nu niet meer. Maar dit wordt nu gesloopt. En er komen gezinswoningen, want dat is veel overzichtelijker. En dit is niet echt gezellig en onveilig. Want ik weet niet wat ze allemaal hier in de keldertjes aan het uitspoken zijn. Hm. Op dit terrein komen nu in gezinswoningen. Dit zorgt voor een betere leefbaarheid in de wijk. Er komt meer woonruimte. Dus meer gezinnen met kinderen. Het is gezelliger geworden in de wijk, de veiligheid is verbeterd. Maar aan de andere kant, er zijn zoveel veranderingen dat deze wijk dus continu aan het veranderen is. Het wordt alleen maar positiever voor iedereen. Dus ook mensen die hier niet hebben gewoond, die zien dit als een leuke en gezellige wijk. En dat zal altijd wel zo blijven, denk ik. Namelijk, wat schrijft Nabil daarop? De keldergangen op de Blaaistraat in ieder geval, die zijn allemaal brandschoon. Hey. En ook de trappen, noodtrap, zet een noodtrap er maar gewoon bij. Nood, N-O-T, O-O-T, en ook wat ja, is goed. Dan is het nestje weer vrij en denk een muisje, hé, hey, dat is een mooi warm plekje, daar kan ik ook wel weer weg. En op die manier komt het ongedierte in je woning. Ja! Ja. Je had het grappig. Ik doe hier aan mee omdat ik het leuk vind. En omdat we de buurt opleuken. En doen we allemaal leuke dingen voor de buurt. Want er was ook daar bij Blijstraat was het helemaal vies. En dat hebben wij in ons logboekje geschreven. En nu hebben ze het allemaal helemaal schoongemaakt. Dan mag je het diploma in ontvangst nemen. Wacht even, kijk hierheen. Applaus voor Mesda. Ben je trots op? Ja. Hoe voel je je nu? Heel blij. Ja? Ja.